Toen ik 4 jaar oud was, werd geconstateerd dat ik hyperintelligent was. In ieder geval in vergelijking met ja, de meeste kinderen. En daarom ging ik naar een soort heel speciaal onderwijs voor super slimme kinderen. Het heette, ik weet niet of je het kent, de basisschool. En ik kwam dan in groep 1 daarvan. En op een gegeven moment, jaar na jaar, groeide ik in dat systeem. Trapje bij trapje. Ik ben blijven zitten in groep 2. Dat kan gewoon gebeuren. En op een gegeven moment kwam ik in groep 6. En in groep 6 kregen we echt een beetje die volledige magische toegang tot de computer. En daarmee het internet. Maar het probleem was, kinderen van pak een beet 10 jaar zijn soms fragiel. Dus sommige websites wil je een beetje weghouden. Dingen zoals spelen.nl, keihard geblokkeerd. Dus wat doe je dan de hele dag op die computer als je klaar bent met rekenen en topo? Dan ga je kutten. Een groot deel van de gemiddelde schooldag spendeerde ik met gewoon willekeurige woorden intikken in de zoekbalk van het internet. www.lamp.nl. Wat voor website is dat? Dat was leuk, spannend, leerzaam. Maar op een gegeven moment ging het fout. Ik ging naar www.banaan.nl. Ik dacht, nou, een website over bananen of zo. En ja, dat is eigenlijk het moment waarop ik voor het eerst in mijn leven echt heel veel piemels heb gezien. Banaan.nl bleek opeens. Wie had dit ooit kunnen verwachten? Nou, een 10-jarige Rick. In ieder geval niet. Banaan.nl was een porno-site. Toen werd het erger. Ik ging naar kaarsvet.nl. Dat is een site met alleen maar van die SM-martelporno met kaarsvet en brandwonden. Het is niet per se aan te bevelen, maar de site bestaat nog steeds. Ik ging naar poepen.nl. Ik kwam erachter dat poepseks blijkbaar een ding is met van die hele dikke wijven. Het is niet mijn ding, maar het bestaat op poepen.nl. Het waren mooie, maar ook vooral bewogen tijden. En ik denk dat die tijden een klein beetje door de jaren heb onderdrukt. Vandaag zat ik in mijn auto en ik dacht opeens, weet je, misschien moet ik terug naar dat avontuur. Gewoon eventjes mijn internet openen en willekeurige woorden in de zoekbalk tikken. Wat gebeurt er dan? En misschien wel het belangrijkste, is het porno. En dat is wat wij vandaag gaan doen. Ik ga je eventjes een klein beetje waarschuwen. Het internet zit vol, maar dan ook vol met verrassingen. Niets is waar je denkt dat het is. Dat leerde ik in groep 6 al en het is nog steeds waar. Neem bijvoorbeeld spreekbeurten.com. Wat voor website zou dat zijn? Het is jammer genoeg geen porno, maar het linkt gewoon door naar Offroad, what the fuck? Wat is deze website? En wat heeft het te maken met spreekbeurten? Aan de andere kant, banaan.nl is opeens een website over bananen. Dit had me zoveel tijd bespaard als dit al zo was toen ik in groep 6 zat. Ze hebben zelfs een heel stuk over milkshakes, gebakken banaan. Hoe fucking veel info kan je hebben over bananen? Welke persoon heeft zoveel tijd gestopt in deze website? Door de jaren heen veranderen heel veel websites van wat ze eigenlijk hebben. Maar gelukkig, kaarsvet.nl is nog steeds een soort van SM. Het is nu een SM dating site. Very nice. Dat moet ik even gaan censureren, denk ik. Hoe zou het gaan met poepen.nl? Alsjeblieft, alsjeblieft, hè? Poepen en darmklachten. Voor mensen met last van chronische darmklachten is poepen meestal geen pretje. Veelgestelde vragen over poepen. Waarom geeft poepen soms rillingen? Waarom kan je tijdens vakantie soms dagenlang niet poepen? Daar heb ik er echt last van. Waarom moet je soms vaker poepen wanneer je menstrueert? Wauw, daar heb ik nooit last van. Interessante feiten over poepen. Dit is gewoon 5 Serpentgameplay video's die ik in één keer zo tegenkom. Dit is top. Babypoepen is echt heel raar. Nee, dat klopt, nee, dat klopt. Een compleet uitgebreide tabel over wat de kleur poep zegt over jou. Niet je persoonlijkheid zoals op Facebook, maar of je doodgaat of niet. Zwarte poep is blijkbaar heel zeldzaam en niet heel erg gezond. Poepen tijdens de bevalling. Dit zijn dingen die je wilt weten. Kan ik poepen tijdens de bevalling voorkomen? Kan dat of niet? Wat zal mijn dokter ervan denken? Weet je wat? We maken het een klein beetje spannender. Wat voor website is anus.nl? Oh, welkom op Chatgirl. Chatgirl is een gratis sekschat, inclusief webcam optie. Dat was interessant. We kunnen eventjes kijken op vagina.nl. Dat is geloof ik ook een porno site. Die recent, ja dat is zeker porno. Die waren in ophef gekomen omdat er allemaal gelekte video's op stonden. Van hé, het is uit met mijn ex. Weet je wat, ik gooi er porno op vagina.nl. Dat is heel sneu. Het enige voordeel is, wie de fuck kijkt er porno op vagina.nl? Bestaan die mensen? Ik kan het me zo moeilijk voorstellen. Maar de ongelijkheid tussen man en vrouw is al heel snel duidelijk als je gaat naar piemels.nl. Dit is trouwens de echte reden hoe ik op deze video kwam. Ik was aan het wandelen en ik dacht opeens, wat voor website is piemels.nl? Is dat porno? Is dat weer zo'n webcam/datingsite? Is dat zo'n neuk hete singles in de buurt dating site die gewoon al je geld stelen? Is het inactief of verwijzen het door naar een willekeurige website? Of misschien verkopen ze seksspeeltjes, je weet het niet. Wat is piemels.nl? Nou, piemels.nl verkoopt allemaal seksspeeltjes, maar alleen voor vrouwen. Misschien wel belangrijker, wat is Serpentgameplay.nl? Ik denk dat die doorlinkt naar mijn YouTube kanaal. Ja nee, een of andere kijker heeft hem gekocht. Die zei, hey Rick, ik heb echt je domein gekocht. Ja, dan kunnen anderen hem niet stelen. Wat moet ik ermee doen? Moet ik een website voor je maken? Ik zou, ja, maar mijn YouTube kanaal is eigenlijk al de website. Doe maar gewoon dat serpentgameplay.nl doorlinkt naar mijn YouTube. Als ik ooit nog daadwerkelijk iets van nieuwe merch ga verkopen, is dat misschien wel handig voor serpentgameplay.nl. Dikke money maken, maar tot die tijd, ik wil gewoon views. Ik durf het haast niet te doen, maar wat is kinderen.nl? Bezet! Kinderen.nl is gereserveerd. Nou, dat is helemaal gezellig. Fiets.nl. Ah, het is een website voor daadwerkelijk mensen die graag fietsen. Wie had dat ooit verwacht? Kaas.nl. Wauw, goudse kazen, boerenkazen. Ze hebben echt superveel werk in deze website gestopt. Maar hoeveel mensen gaan er nou daadwerkelijk naar kaas.nl? Wie de fuck heeft er behoefte aan kaasblogs? Wie? Ik heb een goeie. Soa.nl. Oh, Soa iets Nederland. Nee, oké, dat is eigenlijk best wel slim. Goed gedaan dat jullie dat termijn hebben gepakt. Very nice. Iemand op Twitter wees mij op manmanman.nl. Oh wauw, het is die Rob Geus shit. Ik weet ook precies welke YouTube video dit is. Echt een klassieker. Ik zie prullenbakken en ik zie wel eens prullenbakken. Maar deze? Man. Volgens mij heeft Rob Geus ook gewoon zijn eigen man merchandise. Zou dat toevallig Rob Geus .nl zijn? Als je slim bent, pak je deze domeinnaam en verkoop je daar schoonmaakspullen. Dat zou nog eens wat zijn. Maar nee, heeft dat werk een hele smerige website. Oké. Met inderdaad een webshop. Met alleen maar man merch. Man, wat een sneu merchandise. Om toch weer eventjes de vieze kant op te gaan. Pushes.nl. RFID signaal autosleutel beveiligen. Ja, ik niet verwacht eigenlijk op pushjes.nl. Ik heb nog wel een goede vraag. Webcam.nl. Is dat een website waar je webcams koopt? Of zijn er van die geile webcamsletjes, wat ongeveer 20% van alle websites ooit is? Er zijn nooit zoveel vrouwen tegelijkertijd naakt aan het livestreamen. Ik heb zo het gevoel alsof het allemaal nep is. Maar ik weiger geld uit te geven om erachter te komen. Webcam.nl. Hey, is dat naakt? Nee. Oeh, is dat werk een site die webcams verkoopt? Had ik niet verwacht. Je hoort altijd dat het internet alleen maar is voor porno. Stiekem valt het wel mee. We gaan door van poesjes naar poepjes. Ik denk dat die niet in gebruik is. Hey, goed voorspeld. In dat geval proberen we poep. Poep.nl is te koop. Hoeveel? Geef me een prijs en ik zorg ervoor dat poep.nl doorlinkt naar youtube.com/serpentgameplay. Dat zou heel fijn zijn. Als je toevallig te veel geld hebt, zorg ervoor dat grappige domeinnamen doorlinken naar mij. Word ik heel blij van. Ik zag net ook dat atje.nl nog beschikbaar is. Misschien is het leuk als die doorlinkt naar de YouTube video van Atje voor de sfeer. Ik heb geen idee hoeveel geld dit kost, maar in sommige gevallen is het echt €1. €1. Dus het is best wel proberen waard. Waar zou kaal.nl heen gaan? Is het een website over kaalheid? Nee, natuurlijk niet. What the fuck is dit dan? Ik wil niet stilstaan in mijn ontwikkeling. Oké. Oh, lekker. We kunnen een pdf met de metaalunivoorwaarden downloaden. Dit is precies wat ik nodig had. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Ik heb echt al te lang geen seks meer gezien. Schaamhaar.nl. Let's fucking go. Alsjeblieft. Ik wil iets niet beschikbaar. Wat? Schaamte.nl. Oeh, mooie domeinnaam.nl. Wat is er te zien op mooie domeinnaam.nl? Waarschijnlijk alle domeinen die ze daar verkopen. Hele mooie domeinen. Diefstal.nl is nog te pakken. Te stelen, zou ik haast willen zeggen. Holy shit, ik zie nu pas de prijzen. Diefstal.nl kost €2500. Dat is pas de echte diefstal. Nu wil je daar waarschijnlijk over klagen. .nl, maar ook dat kost €3000. Aan de andere kant, ik begrijp ook wel dat dat soort websites zoveel geld waard zijn. Als je gaat naar bier.nl, dan weet je gewoon dat er geld verdiend wordt, weet je wel. De bierkoning van Amsterdam is van fucking De Preil. Geen lekker bier trouwens. Als je gaat naar Pizza.nl, misschien is hij wel van Domino's. Fucking slim als je dat doet. Hoppakee, is gewoon van thuisbezorgd. Dat is slim. Pizza.nl is waarschijnlijk sowieso €10.000 waard. Ik denk dat veel meer mensen bij Google intikken pizza bestellen of gewoon direct naar thuisbezorgd gaan. Maar sure, pak gewoon dat domein Pizza.nl. Waarom ook niet? Als er een website veel geld waard is, is het wel verzekering.nl. Sowieso één verzekeringsbedrijf of zo'n fucking vergelijker hebben dat helemaal kapot gekocht. Dat is sowieso fucking veel geld waard. Hier, daar ga je al. Verzekering.nl. Vergelijken, afsluiten en besparen. Gewoon het hele pretpakket. Ik denk zelfs dat als je verzekering.nl een klein beetje de spelling verpest, dat er dan ook nog wel een site uitkomt. Omdat ja, soms maken mensen die fouten en hier gaat gewoon heel veel geld in om. Laten we verzekerin.nl proberen. Nou, die is niet beschikbaar. Nou, laat dat maar zitten. Laat dat maar zitten. Maar, wat is kut? Oeh, het is iets voor vreemdgaan en een hele belangrijke waarschuwing. Deze website kan naaktfoto's bevatten van iemand die je kent. Ben je 16 jaar of ouder? Ja. Heb je een SOA? Ja. Zou je een condoom gebruiken bij het vrijen met een van onze leden? Nee. Verificatie gelukt. Er zijn 16 vrouwen online bij jou in de buurt. Heeft er al iemand gecashed op corona.nl? Oh, Hotel Corona. Nou, welcome and make yourself at home. Wiet.nl. Wauw, keep blazing. Tot onze spijt is het wiet.nl forum offline. Helaas is het niet gelukt de bestaande forum fatsoenlijk te migreren naar een nieuw en beter platform. De situatie met het oude forum werd onhandelbaar vanwege beveiligingslekken. Wat is hier gebeurd? Speelgoed.nl. Hoppa. Gewoon van de Intertoys hoor. Het zal ook weer eens niet. Godver. Seksspeelgoed.nl. Die is nog soort van te pakken. Ik zou zeggen, leef je uit. Misschien wel belangrijker. Wat staat er op geld.nl? Oeh, je vergelijkportaal voor verzekeringen en geldzaken. Er staat zo ergens onder mijn facecam: hulp nodig, bel dit nummer. Ja, hallo, mensen van geld.nl. Hebben jullie nog wat geld voor mij of niet? Als allerlaatste. Wat is likken.nl? Is het een sekswebsite? Nee, hij is wel bezet. Ik vind het wel een beetje een anticlimax. Wat is klimax.nl? Kom op, seks. Oh. Het is een wit scherm en de website zelf, zeg maar, de dingnaam aan de bovenkant zegt: deze website is voor sale. Het valt me op dat nog redelijk veel domeinnamen niet gebruikt worden. Maar eigenlijk is de domeinnaam vaak niet heel belangrijk. Ik denk dat mensen je sneller vinden via Google. Dat je beter Google veel geld kan betalen om bovenaan de zoekresultaten te komen. Lang verhaal, heel kort. Doe even een duimpje omhoog, zodat ik hoger kom bij de zoekresultaten. Ja, even kijken. Doei! Wacht. Wat is doei.nl? Holland vakantiehuis. Maar natuurlijk. Dag!